Zondag ging de tweede editie van de bevrijdingstocht van start, georganiseerd door Run for Health. Wat is Run for Health? Run for Health, dat is een hardloopvereniging die staat voor het in beweging raken en blijven van mensen die om gezondheidsredenen of puur recreatief het hardlopen willen uitoefenen. Dus wij zijn echt op zoek naar het welzijn van mensen en gebruiken daarvoor het hardlopen. De tocht van vandaag, hoe lang is die? De tocht van vandaag, de bevrijdingstocht, is precies 45 kilometer lang. Die gaat van het Schouwburgplein vertrekken we. En we komen ook weer bij het Schouwburgplein terug naar 45 kilometer. En de tocht die gaat eigenlijk in grote lijnen langs de volgende dorpen. We gaan vertrekken in Venray, we gaan naar Merselo, naar IJzenstein, naar de Heide. Daar hebben we een rustpauze bij De Schol. Vervolgens gaan wij van Heide gaan we door naar Leunen-Oerlo. Daarna van Oerlo uit richting Meerlo en vervolgens naar Blitterswijk, waar we de tweede rustplek hebben. Vervolgens gaan we langs de Maas van Blitterswijk uit naar Wansum. Via Wansum naar Gijsteren, Gijsteren-Oostrum en komen we na 45 kilometer weer terug op de Schouwburgplein in Venray. Ik zie hier allemaal fietsen erbij. Wordt er niet alleen gelopen? Nee, het is een combinatie van hardlopen en fietsen. Er zijn teams gevormd en die teams die spreken met elkaar af hoeveel iemand fietst en hoeveel iemand rent. En op die manier proberen we ook zeg maar vrijheid een beetje te accentueren. Een stuk vriendschappelijkheid met elkaar, sociale betrokkenheid, ieder een eigen keuze kunnen maken. En dat zien we ook een beetje terug in de keuze die ze kunnen maken tussen fietsen en hardlopen. De tweede bevrijdingstocht zit erop. Hoe is het gegaan? Ja, hartstikke goed zeg maar. Op twee buitjes na hebben we eigenlijk prachtig weer gehad. Wel een lekker windje. De groepen op het laatst wat uit elkaar, maar uiteindelijk hier lekker samen op elkaar gewacht. En ik vond het een geslaagde tocht en wat ik aan de reacties heb gehoord van de lopers, vonden ze het prima. Hoeveel lopers deed er mee? We hebben ongeveer 80 lopers gehad. Wat minder als vorig jaar, maar wij weten dat dan het feit dat de vakanties nog volop gaande zijn. En daardoor wat lopers natuurlijk niet in de gelegenheid zijn geweest om mee te doen. Maar de sfeer is onderweg heel goed geweest. We hebben net ook wat reacties al gepeild. En de mensen zeggen van, het is een andere manier van als vorig jaar. Want toen hebben we met groepjes achter een jeep vertoefd met verschillende tempo's. Nou liep iedereen in kleinere groepjes apart, zeg maar. Waardoor het lint wat langer trok. Maar de reacties zijn eigenlijk hetzelfde. Gewoon, het is gewoon de sfeer om het met elkaar zijn dag door te komen. Dat is gewoon fantastisch om het mee te maken. Krijg je het volgend jaar nog een vervolg? Nou, in andere vorm. Want volgend jaar hebben we ook al in het programma opgenomen dat we op bevrijdingsdag vanuit Wageningen samen met de atletiekvereniging weer zoals 5 jaar eerder de bevrijdingsloop gaan doen. Vertrekken voor 's nachts van 12 uur en dan zullen ongeveer 40 lopers gaan meedoen. Van ons de helft en de andere helft van de ATV.
En dan hopen we hier ook 's middags om een uur of 3, 4 op het plein terug te keren. En dan wordt het waarschijnlijk weer een belangrijke ceremonie bij het gemeentehuis, ook nog van tevoren. Omdat we dat 5 jaar geleden ook zo gedaan hebben.